Nu kan ik gewoon mijn kwaliteiten en mijn talenten voor je inzetten op een hele andere manier. Ik vond de voorstelling heel inspirerend. Ik vond het heel indrukwekkend. Ja, die vond ik schitterend, die vond ik prachtig. Ze verbeelden wat er eigenlijk op dit moment aan de hand is in de zorg. Het speelt heel erg in op de problematiek die nu ontstaat en door veranderingen die komen in de toekomst. Want we moeten gewoon veranderen. We weten allemaal wel dat we maatschappelijke uitdagingen hebben, en zeker als het gaat om de ouderenzorg. En vanavond gaf eigenlijk wel meer gevoel aan die uitdagingen. En door de voorstelling, muziek en het persoonlijk verhaal gaat het ook echt leven. Dus dat was echt wel heel inspirerend vanavond. Wat we ons onvoldoende realiseren is dat de cliënt eigenlijk alleen maar verhuist. En dat wij een stukje toegevoegde zorg kunnen bieden. Maar dat we zorgen echt met elkaar moeten doen. Omdat we dat niet meer alleen bij de professional neer kunnen leggen. Ja, wat kun je samen met de zorg betekenen voor jouw naaste? Dat is belangrijk. Ik hoorde net in het terugkomgesprek het nagesprek met verwanten, dat ze zeiden ik heb gezien dat ik sommige dingen echt anders moet doen en toch veel meer die verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf moet laten. Ja, ik denk hoe belangrijk het is om de cliënt in de eigen regie te zetten. Daar staan we niet altijd bij stil. Het is ook goed om met vrienden in gesprek te gaan. Dat doen we, ik denk, te weinig. Is dus wel een goede eye-opener geweest deze avond. Ja, dus het is voor iedereen belangrijk. Wij moeten het zelf anders doen. Dat is eigenlijk de boodschap van vanavond. De verandering begint bij onszelf. In drie woorden, dan is je voor mij fantastisch. Pakkend. Emotie. Ontroerend. Realiteit. Confronterend. Erg confronterend. Maar ook hoopvol. Bring back, oh bring back my Bonnie to me. Applaus voor jullie zelf.